Ja, goedemiddag iedereen. Meestal heeft degene die het slotwoord mag doen de eer om te zeggen ik ga het kort houden, want er staat drank op ons te wachten en er is een receptie op ons aan het wachten. Corona maakt ondertussen dat we daar nog even moeten wachten, dus we zullen maar hopen dat we die nog te goed hebben. Maar ik denk dat het mij niet zal weerhouden om toch kort te zijn. Ik wil namens de ganse organisatie, alle sprekers nog eens delen voor hun, nog eens danken voor hun, voor het delen van hun inzicht en expertise. Ik denk dat er heel interessante uiteenzettingen gegeven zijn. Ik heb onthouden zelf dat de arbeidsmarkt in brand staat. We gaan dat zeker moeten meenemen en dat het niet eenvoudig zal zijn om die analyse te maken terwijl het brandt. Maar ik heb ook onthouden dat er heel wat data op jullie ligt te wachten, dat er ook heel wat organisaties zijn met heel veel expertise die op jullie zitten te wachten en die er naar uitkijken om met jullie samen te werken. Maar ik onthoud toch zeker ook de oproep om met de doelgroep zelf ook, om te kijken hoe die doelgroep zelf ook kan betrokken worden in jullie oefening. Maar ik denk dat we vandaag gezien hebben of jullie vandaag een eerste blik wilden geven over de regio's heen, op wie jullie in die oefening die nu op poten moet gezet worden, wie jullie daarbij kan helpen. En ik denk dat er daar heel wat ideeën rondgekomen zijn en heel wat cijfers en inzichten en expertise rondgedeeld is vandaag. We waren vandaag met heel veel. Ik vond dat heel fijn om te zien. We waren op een gegeven moment met 175 deelnemers. Ik denk dat dat voor een online workshop dat heel erg veel is. Dus ik wil jullie zeker bedanken voor die talrijke aanwezigheid. En hopelijk even interessant als ik het vond. En hebben jullie hier heel wat uit meegenomen. Er zijn ondertussen in heel wat regio's al effectief mensen aan de slag. Die vrijgesteld zijn de komende maanden. En zelfs de komende periode om als stafmedewerker regio's kan aan de slag te gaan. Die mensen vliegen er zelfs helemaal in. Dus die mensen, zodra ik hier klaar ben met spreken, loggen die uit en loggen die in een nieuwe online bijeenkomst van het eerste lerend netwerk. Ik denk dat het fijn is om dadelijk ook elkaar al eens te zien en een aantal allereerste praktische afspraken te maken. Maar vooral ook eens kennis te maken en misschien ook een aantal eerste reflecties te delen op wat er vandaag allemaal gezegd is. En hopelijk hebben jullie vandaag heel wat motivatie en heel wat goesting, zoals ze dan zeggen, kunnen opdoen om met jullie opdracht aan de slag te gaan. En tegelijkertijd zijn jullie dadelijk ook al uitgenodigd voor 11 oktober. Er is al een paar keer naar verwezen voor de workshop rond de arbeidsmarkttools van VDAB. Dus er zijn alvast twee heel concrete acties klaar om die mensen die aan de slag gaan als stafmedewerker regio's kan, om die daarbij te helpen. Het zal niet eenvoudig zijn, maar ik wens jullie heel veel ijver en heel veel goesting om die partners in de regio te consulteren, om vooral ook samen te werken, om verder te kijken dan een papieren plan. Dat formulier en dat format, dat is ongetwijfeld belangrijk, maar het zal vooral ook op het terrein moeten gebeuren en het zal vooral ook in de dagelijkse praktijk moeten gebeuren. En ik wil jullie zeker ook oproepen om in gesprek te gaan, om samen te werken, om out of the box te denken en om inderdaad niet alleen een papieren regio-scan te maken, maar daar vooral ook heel veel uit te halen voor de dagelijkse praktijk in jullie regio's. En dan kan dat alleen maar een succes zijn. Ik kijk heel erg uit naar de resultaten van die regio's. Ik denk dat we met een heel aantal mensen heel benieuwd zijn naar wat dat daaruit gaat komen. En ik ben vooral ook heel benieuwd naar wat we daarna mee gaan doen. En hoe het volwassen onderwijs daarmee aan de slag zal gaan en hoe we inderdaad onder meer, naar aanleiding van deze oefening die we nu gaan maken, de crisis van de afgelopen periode toch ook een stuk kunnen ombuigen naar een opportuniteit. Ik zei er juist al, normaal zou ik dat nu zeggen en dan sluiten we hier af en nodig ik jullie uit voor een hopje en een drankje. Ik nodig jullie nu vooral uit om erin te vliegen. En voor degenen die hier afsluiten, wens ik jullie alvast een fijne dag en een heel fijn weekend. En voor degenen die nog even doorgaan, wens ik jullie vooral een ongelooflijk interessante dag. Dank je wel.